Hoe verklaar je de extreme droogte van de afgelopen zomermaanden? Als maat voor de droogte gebruiken wij het neerslagtekort. En het neerslagtekort is het verschil tussen de hoeveelheid regen dat valt en de hoeveelheid water dat verdampt. En in 2022 hebben wij te maken gehad met extreem veel zonneuren. En die zonneuren die bepalen eigenlijk hoeveel water er verdampt, waardoor we nu te maken hebben met extreme droogte. Passen de lange hete zomers van de afgelopen jaren in een patroon? Ja, dat is zeker het geval. De lange droge jaren passen in een patroon. Het KNMI heeft daarvoor de klimaatstreepjescodes ontwikkeld. Dat is voor gemiddelde temperatuur, voor neerslag en voor het aantal zonuren. En daarin zien wij een patroon dat het gemiddeld warmer wordt en daarmee extreem droger. Ja. De droogte heeft er ook toe bijgedragen dat de waterstand van de rivieren zo laag is. Is dat de enige reden? Eigenlijk heeft dat twee verklaringen dat de rivierstanden zo laag zijn op dit moment. De eerste verklaring is dat in het stroomgebied van de Rijn er simpelweg weinig regen is gevallen. En daardoor stroomt er weinig water via Lobith ons land binnen. En de tweede verklaring is dat er juist in de winter veel regen valt en veel water door de Rijn en andere rivieren stroomt. Waardoor de rivier wat dieper door het landschap gaat. Waardoor je het water in de zomer er wat moeilijker uit kunt krijgen. In hoeverre neemt Waterschap Vechtstromen maatregelen tegen de droogte? Waterschap Vechtstromen neemt verschillende maatregelen tegen droogte. Dat zijn beheermaatregelen, maar ook meer ruimtelijke herinrichtingsmaatregelen. Als ik denk aan ruimtelijke herinrichtingsmaatregelen, dat laten wij eigenlijk onze watergangen weer door het landschap meanderen. Zodoende houden we het water langer vast in het gebied. Ook maken wij watergangen ondieper. Allemaal te zorgen dat het water vertraagd wordt afgevoerd en we het goed vasthouden. Als we het hebben over beheermaatregelen, dan maaien wij onze watergangen anders om groene stuw te creëren, zodat het water wordt vastgehouden. Maar ook zetten wij onze stuwen en gemalen hoger op om het water maar in Twente vast te houden. En derde is nog dat wij ook bij Eefde, dat ligt bij Zutphen, noodpompen hebben geplaatst om het water uit de IJssel te krijgen en op de Twentekanalen te pompen en in richting van Almelo te pompen. Wat kunnen burgers zelf doen ten tijde van droogte? Nou, wat burgers zelf kunnen doen is met name hun tuin groen inrichten. Dus tegels eruit en groen erin. Zodoende kan het regenwater goed de bodem inzakken en draagt het bij een grondwaterstandstijging. Daarnaast zorgt het ook voor het verminderen van het hittestresseffect. Wat burgers nog meer kunnen doen is bijvoorbeeld het aanleggen van een regenton, het installeren van een regenton om regenwater op te vangen. En zelfs zouden ze groene daken kunnen gaan aanleggen, want dat kan wel tot 50% van het regenwater vasthouden.